Ik vind het hartstikke goed dat jullie het doen. Ja, het is, ik moet zeggen dat ik in het begin, toen ik werd benaderd, had ik zoiets van, ik moet dat wel doen. En is dat wat? Maar je moet ook nadenken van, ja, waarom is er een slijterij? Waarom bestaat een slijterij? En dat heeft te maken met dat je op gecontroleerde en op verantwoorde wijze alcohol verkoopt. Ja. Ja, waarom zou je dan niet meewerken met een systeem dat het wat makkelijker maakt en dat het wat veiliger maakt voor de jeugd? Nou, ik vind het hartstikke goed dat jullie het doen. Toen ik het voor de eerste keer hoorde, dacht ik, het zal geen enabolenmop zijn. Maar het is dus echt, en ik vind het heel goed dat jullie als branche er zelf mee beginnen. Want je bent hier natuurlijk eigenlijk in de rol van de eeuw. Ja, ik bijt niet zo snel. Nee, maar ik wil zeggen, het is uw brood. Hè? Ja, klopt. En dat je dan zegt, nou ja, wij doen mee aan die alcoholcampagnes. Het is helaas ook nodig, want ik ben zelf iemand die heel graag glas wijn drinkt. Maar er zijn er te veel onder de 18 en ook onder de 16 die het op het ogenblik al doen. Ja. En binnenkort komen er weer nieuwe cijfers uit, hier ook voor de Achterhoek. Die heb ik onder embargo gezien en daar werd ik niet vrolijk van, moet ik eerlijk zeggen. En dat ligt met name aan de jongeren onder de 16, maar ook 16, 18. Ja. Waar veel aan gebeurt, en dan is natuurlijk de vraag, wat moet je daar als overheid aan doen? Ja, ik zeg, ik ben van CDA-huis, maar toch ben ik op dit punt liberaal. Mm-hmm. Ik vind echt dat de verantwoordelijkheid bij de opvoeder ligt, bij de ondernemer. En dat de overheid, en ook de gemeentelijke overheid, alleen maar kan waarschuwen en goed het beeld neerzetten hoe slecht het is als je te vroeg drinkt. Mm-hmm. Als je onder de 16 drinkt, en onder de 18 ook, de hersenen groeien tot ver na je 18e. En het is gewoon algemeen bekend, als je te veel zaakt, dan dat is het dan. Een glaasje 16, 18 is nog niet zo erg. Als echt te veel is, dan krijg je hersenbeschadiging. Dan val je van niveau terug. Dus ik vind het echt fantastisch dat jullie dit hier doen. Zijn er meer slijters in de Achterhoek die het hebben? Ik weet er eentje, dat is in Lichtenvoorde, dat is slijterij Paul. En die is eigenlijk, voor zover ik weet, de eerste in de hele Achterhoek geweest. En die werkt er nu volgens mij Wat via de eetviewer. Ja, met dit apparaatje. Deze kan het eerste project. Kijk, ik heb dus nu de flessen gescand. Ja? En als ik nu zou willen afrekenen, en ik wil het wel even doen om te laten zien wat er gebeurt. Ik ga dit afrekenen. Ja. Dan doe ik contant. En dan vraagt de kassa, die blokkeert en die zegt van, een moment graag, leeftijdscontrole. Ja. Dus we moeten eerst nu de eetviewer moeten gebruiken. Oké, dat gaan we nu doen. Ja. Dus mag u op het rode balkje drukken. En dan en dan zit hier het cameraatje waarbij en die kijkt. Kijken hoe lang dat duurt. En is het akkoord. Nou zit er dus iemand in Breda te kijken. Die heeft uw afbeelding gezien. Die ziet mij en die denkt, nou die oude kerel is. Maar ze weten niet waar u staat, ze weten niet wie u bent, ze weten niet wat u koopt. Alleen maar dat het plus 16 moet zijn. En dat het verkoop door kan gaan, want de kassa is open inmiddels. En is er nou iemand beneden de 16 hier in de zaal die dit even ook kan doen, zodat wij kunnen zien dat dat niet goed gaat? Ja, dat is natuurlijk wel eigenlijk om even te proberen. Dan moeten we de straat op in de bank. Kan ik het even zoeken? Daar ben ik heel goed in. Daar kun jij heel goed worden. Ja. Hij blijft anoniem, hè, want dat is voor een jongen of een meisje natuurlijk heel vervelend. Ik heb dus het beeld wordt vernietigd. Met 35. Ja, het is €15. Of voor een burgemeester, dat natuurlijk GP komt.